Vrijdagmiddag vertrokken Willem van der Voort en Peter van Zwam met twee Land Rovers naar de Poolcirkel om het Noorderlicht te zien. Het doel van die expeditie? Geen navigatie, geen snelweg, 500 km per dag rijden gedurende 15 dagen door 10 landen. In totaal willen de mannen 8.500 kilometer afleggen. Hoewel het een lang gekoesterde droom van de mannen is, doen ze het niet helemaal voor henzelf. Ze halen ook geld op voor de voedselbank van Wiegen en Beuningen.